Ik ben Saskia van de Muizenberg en ik kom hier ongeveer 400 meter hemelsbreed vandaan. Ik woon in Amersfoort. Ik ben 7 jaar geleden gestart met Biomimicry NL. En wij doen innovatie die geïnspireerd is door de natuur. Dus we kijken naar wat planten en dieren allemaal hebben ontwikkeld in 3,8 miljard jaar evolutie. En vertalen dat naar wat mensen maken. Nou, ik heb Jan Henk van de Fountainheads een keer ontmoet op een ander evenement waar we allebei spraken. En toen vonden we elkaars presentatie heel gaaf. En toen zijn we een beetje door blijven praten en gelinkt. En toen kreeg ik de uitnodiging voor dit event. En ja, ik vind het onderwerp gaaf. Het was vlakbij, dus ja. En ik kon, dus dat is heel fijn. Heb je ook het idee dat het aansluit bij jouw bedrijf? Deels zeker wel, want ik denk dat we allebei wel heel erg toekomstgericht bezig zijn. En dat het goed is om, een van de dingen die je ook vanuit natuur leert, is dat degene die zich steeds het beste aanpassen aan hun omgeving, dat die de meeste kans van slagen hebben. Dus dat je daarvoor is het logisch dat je constant met je omgeving bezig bent. En dat is precies wat zij doen. Naar buiten gericht zijn en kijken wat er leeft, wat op dit moment een trend is die in de toekomst nog veel belangrijker zou kunnen worden. En dat kunnen we wel mooi integreren. Nou, wat mij zelf het meest nu aan het denken zet, is, het zijn eigenlijk twee dingen. Aan de ene kant denk ik wel dat dit een zaal is met mensen die een soort van geloof in technologie hebben, alsof het bijna een religie is. En dat het volgens mij goed is om daar af en toe wel een beetje kritisch op te zijn. Wat ik heel spannend vind, is dat we inderdaad nu straks in ons eigen DNA kunnen gaan knippen en daar foutjes uit kunnen gaan halen. Maar daarbij denk ik zelf ook van, als we dat doen, wat betekent dat dan voor de evolutie van onze soort? Als we allemaal dus helemaal al die ziektes en foutjes hebben ook ergens, misschien niet een reden, maar wel een effect dat we als soort nog steeds blijven bestaan. En als iedereen precies daardoor hetzelfde in is, worden we dan niet veel kwetsbaarder. Dat is iets wat me aan het denken zet. En daar ben ik nog niet over uit. Volgens mij weten we wel uit het verleden dat veel van de technologie die is ontwikkeld wordt ook toegepast. Dus daartegen vechten heeft helemaal geen zin. Ik denk dat moet je omarmen en kijken hoe je dat het beste kunt gaan toepassen. En ik vind een heleboel dingen heel erg spannend. En ik zou graag vanuit mijn eigen bedrijf meehelpen van hoe kunnen we dat dan het beste vormgeven, zodat het echt dienend wordt aan wat de wereld nodig heeft.